Welkom bij Paardenkracht, het eerste online videoprogramma over paarden en de hippische sport. Bekken op zich staat redelijk recht. In deze aflevering een portret van fysiotherapeut Jarko Dun en de Zeeuwse trekpaarden van Leo de Visser. Tommy maakt vandaag kennis met de reining op stal bij Rieke Jang. Tommy Visser is dressuurruiter. Met zijn paard Fingino rijdt hij momenteel op het hoogste niveau. In iedere aflevering van Paardenkracht neemt hij een kijkje bij een topper uit een andere discipline van de paardensport. Reining is een onderdeel van de westernsport en is overgewaaid vanuit Amerika. Meervoudig Europees kampioen Rieke Jang is een van de beste reining-amazones van Nederland. Tommy is vandaag bij haar op stal Burgmeijer Quarter Horses om een dag mee te kijken. Ja, leuk dat je er bent. Ja, wat leuk dat ik een dagje met je mee mag komen trainen. Ja, eens kijken of er iets van een cowboy in jou zit. Hè? Ja. Maar ja, zo daar gaat natuurlijk niet. Dan moeten we eerst even andere tenue aan. Oh, moet ik in tenue? Ja, tuurlijk. Oh, oké. Okay. Cowboy, cowboylaars en hoed. Is het ook echt cowboy sport of hoe moet ik het zien? Het onderdeel reining is iets waar uitgegroeid is vanaf het ranchwerk van de cowboy tot een stukje paardensport. Oké, want je hebt verschillende disciplines binnen de western en jij doet reining. Ja, je hebt 15 verschillende onderdelen in de westernsport en ik heb me gespecialiseerd in het onderdeel reining. Komt helemaal goed. Top. Dit is mijn grote vriend Brady Checks. Hoe? Brady Checks. Jeetje, en hoe kom je aan zo'n naam? Nou, dat is een combinatie van de vaders- en moedersnaam vaak. Maar hij is vernoemd naar een hele grote Amerikaanse voetballer. Heb je binnenkort een belangrijke wedstrijd te rijden? Ja, binnenkort gaat Brady weer mee op wedstrijd. En ja, daar zijn we nu voor aan het trainen. Oké, cool. Waar moet nou een reining paard aan voldoen? Wat zijn nou typische eisen waar jij op let als je een paard zoekt? Het moet in ieder geval, voor mij in ieder geval, een quarter horse zijn of in ieder geval een Amerikaanse gefokt paard. En wat die vooral reining is natuurlijk ook veel krachttraining. Ja, dat dus, zie je wel, die enorme spierbundels op die benen. Dus je ziet wel dat deze bovenarmspieren en hier deze beenspieren, ja. Die zijn natuurlijk, daar zitten zoveel spieren op en dat zijn ook echt die krachtspieren die ze nodig hebben om dat te kunnen doen wat wij ermee doen. Ja, maar we hebben het er altijd over. Wat houdt de reining nou precies in? Reining is eigenlijk het dressuuronderdeel van de westernsport. Dus het heeft een aantal manoeuvres die we uit moeten voeren, zoals grote cirkels, snelle, op grote snelheid, kleine langzame cirkels. Dus hij moet alles gecontroleerd doen en dan het liefst mogelijk aan zo'n los mogelijke teugel. Zo klein mogelijke hulpen. Losse teugel, dus dat betekent dat je geen spanning hebt geen, op de teugel. Geen continue aanleuning op de hand, zeg maar. Okay. En ja, als je dan meer snelheid toevoegt meer finesse, ja, daar kunnen wij dan pluspunten voor krijgen. Oké, okay. Nou, laat maar eens wat zien. Ziet er wel heel spectaculair uit. Word je daar nou nooit duizelig van? Nou, in het begin moet je wel even wennen en dan ben je wel de tel kwijt, maar ja, daar ben je. Oh. Zo, nu jij, Tommy. Oh. Braaf. Zometeen zie je hoe Tommy het doet als reiningruiter. Ja, je ziet aan de natuurlijke stand van de hals, hè, dat hij hier een klein beetje nog naar het bolling toe loopt. Hè. Jarko Dun is fysiotherapeut voor paarden. Hij behandelt veel paarden van topruiters. En één keer per week heeft hij spreekuur bij veterinair centrum Kootwijkerbroek. Vandaag is de Quartermary Gentle op consult. Haar eigenaresse heeft tijdens het rijden problemen met de aanleuning. Doe jij de deur open?
Een fysiotherapeut die houdt zich eigenlijk hoofdzakelijk bezig met bewegingsproblemen. En dat betekent eigenlijk dat het voornamelijk problemen zijn die wat, we noemen dat wat hoger in het paard aanwezig te zijn. Dus zodra de problemen zich meer in de ondervoet laten zien, dan is het meer veterinair werk. En zodra die problemen wat hoger zitten, is het meer fysiotherapeutisch werk. En dat is dan ook gelijk de kunst om dat van elkaar te scheiden. En vandaar dat een goede samenwerking met de dierarts ook heel belangrijk is, in mijn opinie. Juist. Juist, kijk, daar begint hij te stappen. Naar voren blijven. Kan ik van achteren mooi eens kijken hoe die in het bekken is. Die begint natuurlijk met een vraaggesprekje van wat is het voor paard, hoe oud is die, wat is de geschiedenis, hè? Wat doe je met het paard. Nou, dan wil je natuurlijk het probleem weten. Van wat ervaar je met het rijden, wat niet goed gaat, ook wat wel goed gaat, is het interessant om te weten. Nou, en dan laat je het paard gewoon stappen. Aan de hand, rechtuit en op de volte. En dan ga je kijken hoe dat paard beweegt en wat hij doet. Even andersom. Je ziet dat hij moeilijk die achterhand ronde brengt. Hè? Weinig buiging in het lijf, hij blijft wat recht op de volte. En die achterhand is natuurlijk best wel homa. Prima. Dat zit een beetje in de bloedvoering natuurlijk van dit paard. Omdat het een quarter is met van die hele grote dikke behammen erachter, van die hamstrings die flink ontwikkeld zijn. Die zijn natuurlijk weinig soepel in de beweging naar voren. Dus het ondertreden van het been en het onder... De massa komen van het achterbeen is natuurlijk lastig. Want er moet hier die rek komen in dat paard. Nou, dat is voor dit soort paarden altijd moeilijk. Dus dit is... De ene keer zit het probleem een beetje meer in het halsgebied. De andere keer in het zadelgebied. En het kan ook in de lendenen zitten. En die klachten die probeer je ook weer te bekijken in relatie met de rijtechnische problemen. Want dat is wel vaak waar men mee komt. Nou, dan begin je in stand te voelen aan zo'n paard en te buigen. En dan moeten jouw fysiotherapeutische handen moeten jou vertellen wat er aan de hand is. Dus je kijkt eigenlijk door middel van je handen. Dit is vrij hard allemaal. Bekken op zich staat redelijk recht. De bedoeling is dat paard dus beter gaat lopen. En beter lopen betekent ook een verbetering van zijn welzijn. En dat zie je ook in alle facetten terug. Zijn paard gaat makkelijker lopen, heeft minder protest in het lopen. Maar ook als je dat buiten het rijden gaat bekijken, hoor ik regelmatig terug dat mensen zeggen, ja, maar hij is ook weer vrolijk in de wei en hij bokt er weer door. En als je het dan hebt over paardenwelzijn, wat op dit moment best wel een hot item is, dan denk ik dat het ook een hele mooie bijdrage is. De behandeling van Jarko houdt niet op na de fysiotherapie. Hij begeleidt ruiters ook in de training om problemen in de toekomst te voorkomen. Dus ik vind het echt een heel belangrijk verlengstuk van hetgeen ik doe. Dus ik zeg wel eens, de behandeling, hè, de puur fysiotherapeutische behandeling, dat is eigenlijk de voorzet om te komen tot een goed resultaat, een goede uitvoering. Een voorbeeld te noemen als een appuiement niet goed gaat en een ruiter geeft aan van ik kan niet in de juiste buiging blijven in het appuiement, dan ga je natuurlijk in het paardenlijf zoeken of er een blokkade is die daarvoor verantwoordelijk is. En als je dan die blokkade manueel kunt oplossen, en die ruiter die zegt van ja, maar nou gaat mijn appuiement beter. Ja, dan zijn we allemaal blij. Een beetje aan de buitenkant eraan blijft. En dan ga je proberen om een klein beetje de impuls op te voeren. Dus een klein beetje met je been komen. Hoe word je paardenfysiotherapeut? Nou, vanuit de humane opleiding. Dus je gaat eerst leren voor fysiotherapie bij de mens. En op het moment dat je dat diploma gehaald hebt, kun je een post-HBO opleiding doen. Dierfysiotherapie. Het is hartstikke leuk werk. Het is alleen fysiek zwaar. Ik denk dat je wel het virus moet hebben om dit uit te kunnen voeren. Dus je moet echt de omgang met het paard, dat moet je willen, dat moet in je bloed zitten. Ja, anders kan ik het niet vertalen.
Terug op stal bij Ricky Yang. Tommy mag proberen om met Tik en Nick de fijne kneepjes van de reining onder de knie te krijgen. Nou, dan gaan we even kijken. De beugels, togels zijn los, hebben ons. Ze zitten ook niet aan, dus die gooien gewoon over zijn nek heen. Ik sta er echt bij, zo bij te kijken of ik nog nooit op een paard heb gezeten. Nou, moet je even kijken of je beugels goed zitten. Maar dat doe ik normaal? Ja, gewoon hetzelfde. Ja? Gewoon meten. Ja. Zo, dus dan kun je zien hoe... Weer wel, hè? Ja, dat denk ik wel. Spring er maar op. 1, 2. Het zit wel heel anders. Ja, je zit meer op, ja, zoals wij daar een beetje plat zeggen, op je kont. En met het Engels zit je meer op de binnenkant van je bovenbeen, volgens mij. En met een klopt, ja. Hier zit je gewoon een beetje meer alsof je lekker op de bank cowboys, zit. Lekker op je gemak, onderuit en rijden. Hoe je teugels pak je op... Je mag ook even eerst... Doe maar rechtshandig, gooi de teugels aan die kant. Ja. Je wijsvinger moet tussen de teugels. Mag ook niet meer als dat. Zo, ja. En dan zorg dat je gelijk... Als je ze korter maakt... Dan moet je dus naar voren lopen. Oh, dat doe je niet zo? Nee, je mag niet je andere hand meer erbij pakken. En als je ze langer, dan moet je ze weer schudden. Dus het is echt even oefenen. Oh ja. Nou, stappen maar naar voren. Hoe doe ik dat dan? Nou, je hand een klein beetje naar voren. Klik met je tong en een beetje been. En dan gaat hij vooruit. En dan redomd. Hou. Als je nou wil stoppen, dan zeg je wow. Dus niet ho, maar wow met een W ervoor. En dan doe je je benen naar voren. Dus stoppen maar eens een keer. Wow. En je hand in zijn nek leggen, dan moet je blijven staan. Oké. Okay. Nou doe je een roll back, heet dat. Dat is 180 graden omdraaien de andere kant. Hand iets naar voren, ja. En dan opzij. Dan zo. Ja, gewoon naar links. Hoek. Oh, naar links. Goed. Braaf. En dan weer eruit stappen. Hand weer in de midden. Verdomme, dat is nog best lastig dit. Nou doe je een keer een spin. Och, dan blijf je gewoon zitten. Je hand opzij en gewoon tot hij helemaal een rondje draait. Als hij dan draait, leg je je hand in het midden neer. Hand opzij en besturen. Verder. Gewoon verder erin. Gewoon verder opzij. Juist. Daar nou neerleggen. Hand naar voren. Steek me helemaal naar voren. Leg maar neer. Heeft hij jou niet meer nodig. Klik. 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 En dan stoppen en hoog. Oh. En dan staat hij stil. En ben je dat gaat hard, man. Cool. Ja. Dan gaan we zo wegstappen en dan gaan we met buitenbeen een keer aangaloperen. Goed. En je voelt ook als je galopeert hoe licht dat er allemaal is, hè? Ja. Ja, en weer los. Goed. Juist. Hey, het doet best goed, hè? Ja, dat valt niet tegen, hoor. Hand verder naar voren nog. Nog verder. Helemaal gas. Helemaal gas. Ik durf niet zo hard. Ah, het blessuruiters, hè? Verder, verder, verder. Verder, verder en nou stop. Oh. En goed, hand omdraaien naar rechts. Oh. En roll back. Zie je, nou wil je eigenlijk weer naar binnen. En we hebben nu de roll back en de spin en de stop. Dat zijn aparte onderdelen. Hoe zit dat in een wedstrijd? Hoe werkt dat? Beetje puntenbeoordeling en zo. Nou, als je dus bij ons bijvoorbeeld de cirkels doet, dan krijg je een punt voor de cirkels en dan krijg je een punt voor de slidingstop en een punt voor de spin. En die worden allemaal bij elkaar opgeteld en degene met de hoogste score die heeft gewonnen. Oké, okay, en ben je een beetje klaar voor je eigen wedstrijd volgende week? Ja, laat ik het hopen, maar ik denk het wel. Want nou kom ik kijken, dan moet je het natuurlijk wel goed doen, dat snap ik. Ik ga je. Nu extra mijn best doen. Heel goed. Zometeen zien we hoe Ricky en haar paard Brady Checks het doen op de wedstrijd. Door de eeuwen heen zijn paarden vooral gebruikt als werktuig. Maar op dit moment worden de meeste paarden in Nederland gehouden voor de recreatie. Toch zijn er nog paarden met een functie. In iedere aflevering van Paardenkracht aandacht voor de hedendaagse werkpaarden. Leo de Visser is biologisch boer in Zeeland. Als een van de weinige boeren in Nederland werkt hij zonder machines en alleen met Zeeuwse trekpaarden. Het was voor mij eigenlijk logisch om een logische stap om gelijk met trekpaarden te werken. En omdat ik ook als biologisch boer zag dat het allerlei voordelen ging geven, zeg maar, om met paarden te werken. Het grootste voordeel is dat je veel minder structuurbederf hebt. Dus dat je grond in veel betere conditie blijft. De grond die barst van het organisch leven.
En als je dat met zware machines over je land krost, dan had dat daar gewoon eens leven. Dat kan er niet tegen, dat gaat dood. En als je met paarden werkt, dan is die grond gewoon hartstikke vitaal. En dat is zeker als biologisch boer, is dat heel belangrijk. Het mooiste van paarden is eigenlijk de verschillende karakters. Het zijn net mensen, want het ene paard heeft dit karakter, het andere een ander karakter. Er zijn bepaalde werkzaamheden die doe ik liever met een bepaald paard, zeg maar, omdat hij er geschikter voor is of een ander karakter heb. Maar in principe moeten ze gewoon alles kunnen. We zijn nu bezig met pastinaken rooien. Dat doen we met drie paarden omdat het vrij zwaar werk is. En die pastinaken die worden gelicht eigenlijk en dan zitten ze los in de grond. Kunnen we ze met de hand makkelijk oppakken en in kisten doen en dan worden ze daarna naar huis gebracht en gewassen en dan worden ze geleverd aan de biologische groothandel. Alleen links. Alleen. Als je met drie ploegt, is Middelsen is de leider. Die voelt zich nou ook leider. En sommige paarden kunnen dat niet aan. De ene paard is er schik van, dat is net als bij de mensen. Die kunnen ook, sommige kunnen ook geen leiding geven, de functie aan. En bij de paarden is dat ook zo. Zet je ze in het midden, dan voelen ze daar geen leider. En dan dragen ze daar een leider, maar kunnen ze het niet aan. Dan gaan ze dragen onzeker voelen en dan werkt dat niet goed. Zet je zo'n paard aan de buitenkant, dan gaat het gewoon perfect. En dan valt hier die last van hem af en dan voelt hij zich nou veel prettiger bij. Die drie erop ik nu mee werk, dat is Prins, dat is een zwart paard, dat is een ruin. Die is behoorlijk sterk, die is 13 jaar oud. En de middelste dat is Frida, die is 16 jaar oud, dat is eigenlijk een oudste, maar die draagt zijn eigen paard van drie. En die bruine aan de andere kant, dat is Elena. Die heb ik nog niet zo lang, die is 6 jaar. En die moet het allemaal nog een beetje leren, maar die doet het gewoon perfect eigenlijk. En er zullen best dingen wezen die langzamer gaan, maar er zijn een hoop dingen die veel makkelijker gaan. Dus je moet over heel de breedte zien en dan is het gewoon perfect. We zijn weer terug in de wereld van de reining. Ricky doet vandaag met twee paarden mee aan een wedstrijd in Wanrooi. Tommy is erbij om hen te supporten. Dat is nou zo leuk bij die wedstrijden. Ja, ik moedig ze elkaar allemaal aan. Dat heb je bij dressuur echt niet. Ricky rijdt haar paard warm voor de wedstrijd. En, hoe gaat het? Ja, voelt goed. Ja? Dus kijk of de... Die ik daar ook doe, maar het voelt heel lekker. Het is lekker relaxed en het draait goed. En wat doe je, wat is dit? Dit is mijn chaps. Dat is zo'n broek met een gat erin. En, maar het zit wel lekker stevig, hoor, moet ik zeggen. Is dat verplicht? Nee, het is niet verplicht, maar het staat wel... Voor de sheriff. Ja, dat is net zoiets als dat je de zuur rijdt met een... niet met een rijbroek. Ja, dat gaat ook niet. Dus voor ons wordt er die gewoon wel echt bij, ja. Je glim nog. Glim? Ja, dan ruikt hij lekker naar aardbeien. Dat is heel lekker, toch? Ruikt hij naar aardbeien? Ja, dat vind ik zo lekker. Ben je daar halverwege je stoppen en dan krijg je een aardbeienwalm. Ja, heerlijk. Ja, dat is echt. En hij gaat over klimmen hoor. Inderdaad. Die... Ja, oh, ik hoef het niet hoor. Kijk, het is helemaal glans. Net alsof die helemaal geer. Oh ja. Die helemaal van glimmen. Wil je dat ook in je eigen haar? Nee, dat nog net niet, want dan blijft er niet meer in zitten. Wel echt mooi hè. Nou, je bent knap. Dank je. Maar ben ik klaar voor. Oh, je had het niet tegen mij. Nee, natuurlijk niet. Op tegen een paard, hè, jongen. Ja, je bent leuk. Ja. Nou, succes. Ja. Dank je. Ja. En dan is het zover. Nou, doe je best. Gewoon plaatsvervangend zenuwachtig hiervan. Ik vind dat juichen echt zo cool. Nou, volgens mij komt nu de sliding eraan. Ricky
wint met beide paarden zowel de eerste als de tweede prijs. Hoe ging het? Wat vond je? Hij liep heel goed. Ik zei al stop, ze zien zwaar. Ja. En dan merk je dan aan hem al dat hij echt moet duwen. En hij is natuurlijk heel zwaar en dan moet hij ook echt doorduwen. Dus dat kon voor mijn gevoel wat beter, maar de rest voelde me echt heel fijn aan. En hij luisterde goed en stond mooi stil. En ja, heel fijn gereden. Ja, wat wil je? 1 en 2. Hallo, kan het ook even wat minder? Ja, maar ik vind het al belangrijk dat mijn paard fijn was. Jawel, dat is en ze liepen allebei heel fijn en dat is altijd heel fijn. Ik vond het echt super leuk dat ik dit mee mocht maken. Nou, leuk dat ik met je mee mocht trainen, dat ik ben komen kijken. Ik heb het natuurlijk ook nog nooit gezien. En ik vond het echt super leuk, dankjewel. Heel graag gedaan.